Hanneke, jij bent al een hele poos betrokken bij de VHV, hè? Als, ja, ik ben al gewoon heel lang lid. Ja. Ik weet niet meer precies hoe lang, maar al heel lang. En je bent ook nog steeds betrokken bij het heden van vakbewegingen. Ja. Die twee. Op verschillende niveaus. Wat hebben die elkaar te bieden? Een club die de geschiedenis tot zich neemt en uitdraagt. En een club die zegt, hoe krijgen wij greep op de toekomst? Het thema van vandaag. Ik denk dat je, klinkt heel erg afgezaagd. Maar als je kijkt naar een aantal thema's uit het verleden. En die miste ik een beetje vandaag. Rondom met name seksuele intimidatie. En het heden de MeToo-beweging. En ik weet dat de vakbeweging ook bijvoorbeeld de mogelijkheid heeft van vertrouwenspersonen waar mensen naar kunnen bellen. Dan zie je dat door zo'n thema uit de praktijk op te pakken, er eigenlijk inmiddels een hele grote wereldwijde beweging is ontstaan. En op 15 november bijvoorbeeld is er een middag waar Kathleen Paschier, afkomstig van ons, nu werkzaam bij de ILO, vertelt over een verdrag dat is vastgesteld naar aanleiding van gender en ook seksuele intimidatie. Nou, dan denk ik van, dan zie je die lijnen gewoon doorlopen. Daar ben ik altijd heel erg trots op. Dat is vandaag niet aan de orde geweest. Is vandaag bijna niks van dat soort dingen aan de orde geweest. En dat, als je dat, dat relateert aan wat men nu doet en de geschiedenis daarvan, ja. Hoe leg je het link met een VHV? Ik denk dat de VHV dan ook meer zou moeten kijken. En we hebben hier van het voorjaar ook hier zo'n middag met vrouwen gehad. Weer zou moeten kijken van hoe dat soort thema's, die toch eigenlijk al de eeuwen oud zijn, hè? Hoe je die blijft oppakken en vormgeven en niet vergeet. Dat is een tweede wat ik vandaag weer heel duidelijk op het netvlies kreeg. Hoe gaan we om met al die vreemde arbeidscontracten, flexcontracten en noem maar op. En hoe voorkom je die ongelooflijke tweedeling die ik nu zie ontstaan? Zeg maar de hoger opgeleide, goed opgeleide jongeren, die worden geen lid van de vakbeweging. Je noemt nu een aantal problemen van het heden. Ja. En ik blijf een beetje doorvragen. Wat kan de vakbewegingsgeschiedenis ons op dat punt leren? Hoe je dingen organiseert, oppakt en doet. Heel simpel misschien. Ja, geef eens een voorbeeld uit het verleden. Uit het verleden. Nou, ik denk dat is... vond ik leuk dat Janneke Planga erover begon, over arbeidsduur. En ook het gegeven dat op een gegeven moment vanuit de vakbeweging uurloon voor parttime arbeid gelijk is geworden aan uurloon voor voltijd arbeid. Gelijkschakeling van pensioenen, dat soort zaken. Die hebben heel duidelijk gespeeld. Ook in het negatieve, dat je dingen kunt leren van het verleden? Een negatief van het verleden is dat... Hoe zal ik dat nou zeggen? Ik denk dat het altijd heel erg belangrijk blijft om te blijven kijken wat er echt gebeurt onder de mensen. En niet te gauw te denken dat iets geregeld is en dat je iets afgesproken hebt. Want zo werkt het niet. Nee. Ik denk dat ik heb heel veel met ondernemingsraden gewerkt. En jij ook. En dan nog ben ik wel eens bij een enkel OR. En dan gaat het altijd om personen en hoe je dingen oppakt en doet. En dat is iets wat volgens mij juist bij deze tijd wel heel goed past. Niet het algemene van... We hebben te weinig kansen of we hebben recht op. Maar die individuele betrokkenheid van mensen, die zie ik wel. Mm-hmm. Dat kwam vanmiddag ook aan de orde. Vakbeweging en milieu, dat zijn geen goede bedpartners geweest, om het zo eens uit te leggen. Terwijl nu op dit moment zie je dat jongeren echt warm lopen voor duurzaamheid. Dus hoe pakt de vakbeweging zo'n thema op? Ja. Hoe blijf je? Want alleen maar zeggen, je hebt recht op een goed loon. Of ze denken op pensioen, ze denken dat regelen we zelf wel. Maar het milieu, duurzaamheid, verbinding... Daar heb ik gewoon het idee van dat heel erg leeft nu onder de... Daar is de vakbeweging momenteel heel druk mee. Volg je dat een beetje? Dat weet ik niet of ik het volg. Ik probeer het wel te lezen, maar of ik het echt volg, weet ik niet. Dan ga ik er nu even niet op door. Nee. Dank je.